Je ziet ze overal, fatbikes. Artsen door heel het land maken zich al langer zorgen over het aantal ernstige ongevallen met fatbikes en vooral de leeftijd van de slachtoffers. In oktober is er een nationale meetweek geweest op de spoedeisende hulpen in Nederland. En wat blijkt? Er zijn bijna 100 slachtoffers van een fatbike-ongeval op de spoedeisende hulp beland. In een week tijd belanden bijna 1300 mensen op de spoedeisende hulp door een fietsongeval, meldt Veiligheid NL. 96 daarvan zaten op een fatbike. En vanuitgaande dat de ongevallen in een gemiddelde week zijn gemeten, komt dat neer op 5000 ongevallen in een jaar. Een schokkend getal vindt ook Stijn Nelen, traumachirurg bij het Radboud UMC. Ik maakte me al veel zorgen om het aantal verkeersslachtoffers op een fatbike, maar ook op een e-bike in Nederland of in Gelderland. De voorlopige peilingen van Veiligheid NL met 110, 120 in een kwartaal lieten al zien dat het in ieder geval niet niks is. Dat het zo groot was als dat we nu gezien hadden, dat had ik toch niet verwacht. Maar wat artsen vooral zorgen baart, is de gemiddelde leeftijd waarmee fatbikers op de spoedeisende hulp belanden. Ik denk ook dat je heel duidelijk erin terugziet dat fatbike meer kinderen betreft. Dus wat je ziet is meer hoofdletsel. Kinderen hebben vaak relatief gezien een groter hoofd, vallen vaker op hun hoofd als ze vallen en krijgen dus sneller hersenletsel. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat die slachtoffers op een fatbike meer buikletsels hebben. Maar ook daar moeten we voorzichtig zijn om daar echt harde conclusies uit te trekken, want daar zijn de aantallen gewoon te klein voor. Maar we zien, ja, kinderen. En dat halen we wel echt duidelijk uit de cijfers, met bijna de helft van alle fatbikers die op kinderleeftijd komen. Het aantal mensen die in Gelderland op de spoedeisende hulp belanden, ligt lager dan in de Randstad. Maar dit betekent niet dat het in onze regio meevalt met de cijfers. Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. We zien nog wel eens met dingen dat een trend vanuit de Randstad overwaait naar het oosten van het land of naar de rest van Nederland. Dus misschien is dit wel ons toekomstland als we zo op deze manier doorgaan. Dus misschien is het dan het probleem, hè? Helemaal niet zoveel minder groot dan dat het in het Randstedelijk gebied is. En we moeten er altijd wel bij blijven denken dat dit is een week. En er zitten natuurlijk altijd schommelingen, er zitten nuances in. En persoonlijk vind ik dat elk slachtoffer er eentje te veel is. En dan heeft Gelderland er misschien maar 9. Het zijn er wel 9 te veel. Volgens Nelen is het nu belangrijk dat er actie wordt ondernomen om deze getallen omlaag te krijgen. Met de initiatoren van dit onderzoek, dus de spoedeisende hulpartsen van Nederland, de traumachirurgen in Nederland en Veiligheid NL, hebben we nu in ieder geval duidelijk document waarmee we kunnen zeggen, kijk, overheid, dit is het probleem en wat ons betreft is het groot. En dan is het aan hen om daar iets slims over te gaan zeggen. En daar wordt natuurlijk al veel gesproken en ik denk dat er ook al heel veel goede ideeën naar voren zijn gekomen. Maar we moeten vooral dat in de breedte blijven zoeken. We moeten naar een betere verkeersveiligheid. We moeten naar meer het dragen van helmen, leeftijdsondergrenzen, dat soort zaken. Ja, daar moet over nagedacht gaan worden.